Hallo mensen van Just Two Gamers HD, wij zijn die twee. Oh shit. Wat je waarschijnlijk nu merkt is dat wij allebei facecam hebben. Facecam. Facecam. Right here. Lekker facecam. Ja, in principe ik had daar laatst heb ik facecam gekocht en Matthijs ook, dus... Een facecam? Je hebt een facecam gekocht, geweldig! Ik heb een camera gekocht en Matthijs had al een camera, ja. Dus dat is mooi. Ik had die camera. Dus we dachten we gewoon, fuck it, we gaan gewoon facecammen. Dus dat is voor het eerst op dit kanaal, weet je. Gewoon voor het eerst. Ja, voor YouTube. Dat is best wel een grote milestone. Vind je ook niet? Ja, ik vind het wel goed. We zijn gegroeid, dus what the fuck, wie heeft dit gedaan? Dat heeft Alex gedaan. Nou, oké. Nou, wij gaan zoals je misschien kan zien aan de titel, een server toertje houden. Want tijdens het streamen zijn wij een server gestart. En wij streamen gewoon random tijd, random ding. Dus wees zeker dat je ons followt. Dan zie je ons namelijk starten met streamen. En we streamen League, we streamen Minecraft. We streamen eigenlijk van alles wat we voor zin in hebben. Ja, alle games. Waar de fuck ben je nou heen? Er buiten gaan. Okay. Nou, dit is, hier zijn we gestart. Dit is ons starterhuisje. Starter survivalhuisje. Ja, dat hebben we snel gebouwd. Toen heeft Jess, toen waren we nog niet klaar. Toen was het nog verdieping 2, was het ook nog niet klaar. Dus nu ook af. Nou, met een enchantment table. En het mooiste verdieping van allemaal, de bedkamer, de bedroom. De slaapkamer, where the magic happens. Waarom zit er eigenlijk een blok tussen? Oké, laten we zitten, ik ga niet. Nou, dan hebben we hier onze emergency packages, zou ik het nou eens noemen. Ja, voor als we dingen nodig hebben, kunnen we het gewoon afpakken. Ja. Het is heel handig om, ja, als je bijvoorbeeld oorlog hebt, maar dat hebben we nooit van te zien. Het is een PvP off-server, dus geen PvP, niks. Heerlijk rustig. Ja. En onze grote farm. Ja, dat is onze farm geworden. We hebben twee paarden. De gold is van mij, de diamond van Jesse. We hebben een farm van koeien en schapen, zoals je kan zien. We hebben een weg. We hebben een klein dorpje gemaakt. Oh, dat ga ik niet spoilen. Oké, het eerste die joined op de server waren Asim en Alex, als ik goed heb. Volgens mij wel, ja. Volgens mij waren die als eerste, hoor. Dit hier is Alex huis. Hij kan echt ziek niet normaal bouwen. Echt waar, man. Die gast is gestoord. Vergeleken met ons is dat gewoon het meeste werk van Gog. Oké, dan heb je hier naar beneden heb je dan onze paarden. En onze wheat alle farm. En dan ga je hierheen. Kom je een skeleton tegen. Dan hebben we hier onze nether portal gedaan. Dit is hier links, dit is het huis van Asim. Hij is hem nog aan het verbeteren. Die is online, alleen Alex is online. Dit is dit is gemaakt door mij. Dit wordt een skeleton XP farm. Die zit daar ergens. Er moet nog een rails naartoe zoals jullie zien. Omdat Jesse zo'n opmerking maakte. Dacht dat hij grappig was. Dit is, wie is dit? Dat is van Robin. Dit is van Robin, oké. Dan hebben wij hier. Ja, waar ben je heen, Jesse? Hm? Oh, hier ben je. Binnen gewoon, hè. Oké, dan hebben we hier onze schapen en dingen. Hier zit de mijn, denk ik. Ja. Ja, een oude mijn, maar... Dit is de oude vorm van Guus. Zijn huis is weg. Zijn huis is één keer weg en dat is... ik loop zo niet laten zien, maar ik denk dat ze al gezien hebben. Ja, waarschijnlijk wel. Huis is dit geworden. En dat heeft hij merendeels in survival gemaakt. Hopen we. Nee, dat weet ik wel zeker, want ik heb hem ook zien bouwen. Dus, dat is een 500. Wat een enorm joekel ding, echt waar man. Ja, het is echt groot. Laten we even naar binnen gaan, want... Ik bedoel... Ik heb eventjes binnen gekeken. Het is best wel mooi gemaakt. Daar heb je enchantment dingen, hier heb je furnaces, hier heb je bedden. Enchantment, hier heb je een kist. Alleen van die chest denk ik niet dat het survival is gedaan, want... Kijk hoeveel chests ze hebben. Chester, dat kan je wel hebben hoor. Oh shit. Ik heb veel te zijn. Ja, maakt niet uit. En hoeveel kan zo'n chainmail? Oh. Chainmail, dit wordt gedropt door zombies die dragen. Oh. Maar dat is ook best wel een grote kans. Ja, dat was het, maar... Het is best een grote kans dat ze droppen. Ja. Dat maar is dus het is enorm, maar het is wel mooi gemaakt, vind ik. Ja. Oh ja, nog iets belangrijks. Zoals wij weten, doen wij nu een tour. Maar er zit natuurlijk ook een verhaal achter.
De reden waarom wij dit doen is omdat we twee mensen willen uitnodigen. Ja, hey, je kan het nu zien. Twee vingers tegen kop. Ik niet. Ik wel. Maar in ieder geval, wij willen twee mensen uitnodigen om met ons mee te kunnen Minecraft. Survivalen. Als jij dat dan wilt, moet je even in de comment zeggen of je dat wilt. En dan ja, gaan we een wedstrijdje van maken. En in principe gaan we ook meer Minecraft doen tegenwoordig. Want ja, we hebben nu een eigen zo. What the fuck? In principe, we hebben nu een eigen server. Dus we kunnen gewoon ja, instellen hoeveel mensen we erop willen hebben en zo. En als je dus mee wilt doen, moet je het gewoon even zeggen. En dan in de comments. En dan kunnen we het misschien eens regelen. Misschien doen we er twee, misschien doen we er vier. Ligt aan hoeveel mensen erbij willen. Laat het zo zeggen. Natuurlijk altijd meer als er leuk. Oh, het is altijd leuker als er meer mensen. Zo, dat is moeilijk. Ja, moeilijk hè, praten. Ja, het is heel moeilijk. In ieder geval, wil je dat, dan moet je even de comment achterlaten. En dan zien we wel. Dit is Alex. Dit is Alex, Alex, Alex. Nou, dat was het wel. En hopelijk zien jullie snel op de server verschijnen. Ja, ik check jullie ook later. Later.